Minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken geeft de waarschuwing dat de herinrichting van de brug over de Saramaka-doorsteek de komende tijd wat irritatie teweeg zal brengen bij de samenleving. Er zijn wat uitdagingen wat betreft de verkeershandhaving, maar het ministerie zal samen met de politie werken aan oplossingen. Die bruggen zijn stevige bruggen, dus je hoeft niet te twijfelen daaraan. Het verkeer gaat goed begeleid worden. Tuurlijk gaat er een stuk vertraging ontstaan. Dus we moeten, het gaat niet voor 12 maanden echt gesloten zijn, maar er gaat een moment komen wanneer we hem echt moeten afsluiten om de nieuwe platen te leggen. Alles gaat zoveel als mogelijk prefab gedaan worden. En dan gaan we inderdaad gebruik moeten van alternatieve routes. Maar dit project zorgt voor de begeleiding 24 uur van het verkeer. Dus je gaat constant mensen zien die het verkeer gaan begeleiden. De brug zal voor enige tijd worden afgesloten. De sluiting zal niet een jaar duren zoals eerder was aangegeven tijdens een informatiesessie ten behoeve van de herinrichting van het Saramaka-kanaal en de brug. Maar inderdaad, er gaat een stuk irritatie ontstaan. Maar ik vraag begrip voor de gebruikers van de wegen. In ruil daarvoor gaat men, als ik goed naar het ontwerp heb gekeken, een veel betere toegangsweg en brug krijgen. Waardoor men in de toekomst, na een jaar of twee, misschien veel sneller door die Van de Hoge Ruigstraat gaat kunnen gaan naar zijn bestemming. Volgens het ministerie ondergaat de constructie van de brug een totale verandering. De brug wordt langer en krijgt een rijstrook voor bromfietsers en een looppad voor voetgangers.